Yo, kijkers van Noemar Gamer! Leuk dat jullie er allemaal weer zijn en dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island hier op mijn gamekanaal kanaal. Noemar Gamer! Mijn naam is Job en ik heb er zoals gewoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe Survival Island video voor jullie op te nemen. En hopelijk hebben jullie er allemaal weer zin in om deze nieuwe Survival Island video van mij te gaan kijken. In deze nieuwe Survival Island video gaan wij gewoon weer lekker verder waar wij de vorige aflevering waren gebleven. En de vorige aflevering waren wij eigenlijk vrijwel hier gebleven. En dan gaan we dus ook gewoon lekker verder. Jullie kunnen hier waarschijnlijk nog wel herinneren dat wij gisteren, oftewel de vorige aflevering, bezig zijn geweest met deze soort van bomenvorm. Voor de mensen die het hele idee niet begrijpen, dit hier wat jullie hier zien, dit pad, moet eigenlijk even breed gaan worden als het plateau wat jullie hier zien. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat hier op dit lange pad allemaal bomen. Komen te staan. En dit is dan als uiteindelijk een soort van de opperboom. Wat uiteindelijk een soort van museumpje gaat worden van allerlei boomstammen. En zoals jullie kunnen zien, ik heb daar al de vorige aflevering een beetje voor gezorgd. Dit zijn namelijk een stuk of pakken we eens beter, Ik denk ongeveer 12 van die oakwoodbomen die ik gewoon tegen elkaar aan, aan heb gezet. Ik heb er gewoon een hele hoge, uh, ja, heel veel boonmeal heb ik er tegen gegooid. En ja, nu ziet het er eigenlijk zo uit. Dus ik ben daar pittig tevreden over, ook zeg ik het zelf. Het idee is eigenlijk dat ik deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island gewoon even ga kijken of ik deze bomenvorm af kan maken en dan wil ik eigenlijk in deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island gaan beginnen met het maken van het jungle bomen dorpje. Wat voor de mensen die de vorige Survival Island video's niet hebben gekeken, schaam je. En check even de link in de beschrijving voor de Survivor Island playlist. Of check even de annotatie in beeld, waardoor je de vorige aflevering kan bekijken. Maar even om back to the point te komen. Ik heb een aantal afleveringen geleden besloten dat ik een soort van... Ja, jungleboomachtig dorpje wil gaan maken. En vele mensen zullen zich nu misschien afvragen... Job, een jungleachtig boomdorpje, wat is dat dan nou weer voor rare verwoording? Nou, wat ik daar eigenlijk mee bedoel te zeggen, is dat ik van plan ben om eigenlijk gewoon midden op zee... Wat ongeveer 50 blokjes vanaf mijn punt, waar ik nu sta tot en met daar is, dus eigenlijk gewoon ergens midden op zee... Wil ik gewoon een aantal van die dirtplateaus plaatsen en de bedoeling is... Dat dan eigenlijk dat op die plateaus bomen komen te staan. En het is de bedoeling dat het eigenlijk gewoon een soort van drijvende bomen worden. Waar je natuurlijk wel gewoon op kan klimmen. Want anders kun je namelijk het dorpje niet betreden. En voor de mensen die zich afvragen wat voor bomen het moeten worden, het moeten jungle bomen worden. En de bedoeling is eigenlijk dat wij uiteindelijk die jungle bomen ingaan. Zodat wij eigenlijk gewoon allemaal verschillende soorten boomhutten in de jungle bomen kunnen gaan bouwen. Die we dan aan elkaar gaan verbinden door middel van bruggen. Dus dat is eigenlijk een beetje het hele idee over wat ik wil gaan doen rondom het jungle dorpje. En dat is dus ook de reden om ik de vorige aflevering al een beetje ben begonnen met dit plateau. Want hier gaat namelijk een bomenfarm komen. Want het is natuurlijk een beetje moeilijk om een heel jungle dorp te maken. Zonder dat we überhaupt jungle hout hebben. Zoals jullie in mijn inventaris kunnen zien. Ik heb momenteel al aardig wat jungle hout. Dus in principe is dat vrij mooi meegenomen. Maar we zullen toch wel wat meer, ja, toch wel wat meer jungle bomen nodig hebben. Voordat we echt kunnen gaan beginnen. Aan het jungle dorpje. Ligt dat nou aan mij, of is het eigenlijk best wel pittig ver? Ik moet eerlijk toegeven, ik had niet verwacht dat ik het plateau zo ver had gemaakt. Want ik heb namelijk best wel erg veel dirt nodig. Wil ik dit helemaal gaan uitbreiden? Maar dat houdt wel in dat wij dan in ieder geval een bomenfarm hebben waar wij de bomen lekker kunnen gaan planten. Want we hebben natuurlijk in Survival Island wel gewoon hout nodig. Want vele projecten die wij beginnen in Minecraft Survival Island, daar hebben we nou eenmaal hout voor nodig. En dan is het ook wel handig als we zo nu en dan dus even zoiets als dit doen. Maar in ieder geval, jongens en meisjes, vinden jullie deze video nou nu al leuk? Dan kunnen jullie hem uiteraard even een blauw duimpje omhoog geven. En dan hoop ik dat jullie dat allemaal weer heel erg van kunnen gaan genieten. Nou, ik ga sowieso eerst even proberen dit hier af te maken. De rest van, die, van het plateau dat kan ik ook wel de volgende aflevering doen. Of even offscreen. Dat is niet echt het probleem. Maar om deze aflevering te beginnen leek het mij wel een handig idee als we dat gewoon even lekker zo doen. Dat uh, ziet er in principe ook best wel tof uit. Want hier komen dus allemaal bomen op. En dat gaan we dus gewoon op uh, deze manier doen. En die hakken we dan gewoon weer weg. En de saplings die, de, die we ervan krijgen, die kunnen we dan eigenlijk gewoon plaatsen in een soort van uh, bomenmuseum. En voor de mensen die zich dus momenteel een beetje afvragen wat ik bedoel met een bomenmuseum. Ik bedoel Eigenlijk gewoon deze hele grote boom die jullie hier zien. Want het is namelijk echt een hele grote boom. En mijn idee was eigenlijk om deze boom dus een beetje te gaan. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uithollen kan ik dat zo noemen. Een beetje ontleden. Ik weet niet eens goed wat de beste verwoording ervoor is. Maar jullie zullen waarschijnlijk wel begrijpen wat ik bedoel. Uh, het gaat sowieso best wel moeilijk worden om dat te doen. Want ik zie namelijk dat hij eigenlijk pittig groot is. En dat had ik niet verwacht. Dus misschien is het handiger als ik dan gewoon even zo doe. Hoppakee, dan maak ik hem gewoon zelf even wat groter. Door hem gewoon even een soort van te customizen. Dat is in principe ook niet echt een probleem dus bij deze hoppakee en dan ga ik hier even naar binnen. En dan ga ik heel even kijken of ik hier een beetje een mooie soort van. Niet zozeer een boomhut van kan maken, maar meer eigenlijk een soort van boomhuis. Want bij een boomhut denk ik eigenlijk meer aan een huisje in een boom. Maar dit is niet echt zozeer. Dit is ook. Nee, dan denk ik meer aan een huisje op een boom. Maar dit is dus meer een huisje in een boom, om het even zo te zeggen. Dus we hakken dit even wat verder weg. En dan plaatsen we hier. Plaatsen we deze dingen. Hoppakee. En dan hoop ik dat het er een beetje goed uitziet. Ja, ik vind het in principe wel tof zo eruit zien. Het ziet er ook lekker symmetrisch uit. En mijn hele idee was dan eigenlijk om sowieso heel even deze liefje weg te hakken. Dat kan ik trouwens. Beter doen met een axe, dan is het namelijk nog mogelijk dat ik saplings krijg. En dit kan ik als het goed is ook gewoon weghakken. Dus bij deze. Want wij gaan hier namelijk een soort van, ja, bomenmuseum, kan ik het zo noemen. Mijn idee was eigenlijk om hier allemaal saplings in te gaan hangen waar ik dan, of nee, allemaal itemframes waar ik dan elke Minecraft sapling in doe. Dat was een beetje mijn hele plan. En of dat plan ook op de juiste manier gaat uitpakken, dat is natuurlijk nog een beetje de vraag. Ik denk zelf in principe dat het wel gaat lukken. Dus bij deze, kijk, dan ziet het tegelijk even wat symmetrischer en mooier uit. Uh, ik zie trouwens dat ik hier een foutje heb gemaakt, of niet? Ik kan dat denk ik beter zo doen. Ja, dit ziet er goed uit. Misschien is het nog beter als ik het helemaal zo doe. Dan kan ik namelijk op de locks kan ik allemaal saplings. Uh, of saplings, dat zeg ik nog weer? Op de logs kan ik allemaal itemframes hangen. En dan hoop ik dat het er een klein beetje episch gaat uitzien. Nou ja, dit is dus een beetje mijn hele idee. En uh, nu moet ik eigenlijk ik nog even een deur erin zetten. Dat lijkt mij tenminste wel zo logisch. En misschien is het ook wel leuk als ik heel even. Weet je wat eigenlijk best wel tof is als ik nou gewoon dit weghak? Dus eigenlijk gewoon dit. En dat ik dat dan ook maar gewoon even ga vervangen door uh, hout. Dat ziet er denk ik wel zo logisch uit, to be honest. Dan kan ik het denk ik wel het beste zo doen, daarentegen. Hoppakee. Deze moet trouwens even weg. Want anders ziet het er namelijk heel erg raar uit. Even kijken hoe ik dat best kan doen. Hoppakee. Ik denk namelijk dat dat er wel leuk uitziet. Anders heb je namelijk vrijwel alles van locks en van leaves. En dan heb je in één keer de grond niet van locks en leaves. Dus daarom lijkt het mij een handig idee als we dat heel even op deze manier aanpakken. Uh, hier daarentegen plaats ik heel even wat dirt. Hoppakee. En dan ben ik heel erg benieuwd of we dit huisje uh, ja, goed kunnen gaan gebruiken. Het wordt een soort van opslagplaats voor alle leaves en al dat soort dergelijke. Waar je dan zo nu dan even naartoe kan gaan wanneer je zoiets nodig hebt. Ik vind het er in ieder geval goed uitzien. Ik maak voor de zekerheid nog heel even een workbench die ik dan even hier neerzet en via die workbench maak ik dan ook gelijk even een deur. Ik denk dat ik maar wel gewoon even een normale deur maak. Ik geloof namelijk dat je. Oh nee, dat ziet er niet mooi uit. Want dat is namelijk natuurlijk zo'n gele deur. En dat de kleed niet echt heel erg mooi aan met hoe mij. Ja, kan ik, het, kan ik het een boomhut noemen? Ik kan het niet echt een boomhut noemen. Het is eigenlijk meer een boomhuis om het even zo te zeggen. Want bij een boomhut denk ik namelijk meer aan een huisje wat op een boom gebouwd is. En dit is niet echt het geval daarvan. Ja, dit ziet er toch best wel tof uit. Ik vind het er leuk uitzien. Het is gewoon een klein huisje. Ik vind het leuk. Ik vind het echt oprecht leuk. Nou ja, laten we dan gelijk even dit doen en laten we. En dan even wat kisten gaan creëren. Geen idee wat ik in die kisten ga plaatsen. Ik denk gewoon alle, allerlei hout en dergelijke. Dat uh, lijkt mij tenminste wel logisch. Die plaatsen we dan gewoon even hier. En dan uh, ben ik even aan het nadenken. Het is jammer dat je geen slabs kan maken van uh, deze dingen. Dan kan ik trouwens ook nog even. Misschien ziet dat er ook wel leuk uit als ik dat ga doen. Moet ik wel even kijken. Zo. oké. Okay. Dan plaats ik dat even hier. En dan plaats ik dit even hier. Ja, ik, ik heb meerdere mogelijkheden. Als ik het nou gewoon zo doe. En ik plaats hier gewoon de kisten. Want hoeveel soorten saplings zijn er? Want ik heb, neem aan dat als ik, gewoon, als ik het nou gewoon op deze manier doe. Is gewoon zo. Dat hier dan eigenlijk wel alle verschillende soorten saplings kunnen zijn die er zijn. Oh, kut. er komt er natuurlijk geen licht meer. Oh, dan kan ik hier beter zo nu en dan. Oh, dan kan ik beter hier in het midden kan ik gewoon even een leaf plaatsen met glowstone eronder. Dat lijkt mij tenminste wel een handig idee. Ik vind het wel leuk dat we deze aflevering gewoon zo creatief, nou ja, creatief is een beetje overdreven. Maar jullie zullen waarschijnlijk wel begrijpen wat ik bedoel. Dat we deze aflevering gelijk lekker beginnen met het maken van iets nieuws. Uh, dus bij deze en dit zul ik dit neerplaatsen. Neerplaatsen nog wel. Ja, dat is echt het beste Nederlands wat je kan, uh, kan verwoorden. Even kijken. Ah, dit kunnen we natuurlijk niet naast elkaar neerzetten. Dat zuigt een beetje. Uh, wat ik dan denk ik beter kan doen. Dus dan kan ik deze denk ik beter gewoon in het midden neerzetten. En dan kan ik ernaast kan ik iets anders neerzetten. Als ik nou hier leaves neerzet. Hè, dat ziet er misschien wel logisch uit. Dat lijkt mij wel een handig plan. Oh, Job, niet glitchen in een kist. Doe alles, maar glitch niet in een kist. Zo. Zijn dat jungle leaves? Oh, dat ziet er ook wel weer leuk uit om daar jungle leaves te voor te gebruiken. Dat ziet er gelijk weer wat. Ja, wat specialer kan ik het zo zeggen. Wat. Uh, ja, wat. wat, wat... Anders uit, zeg maar. Wat gevarieerder, om het even zo te zeggen. Ik vind het er in ieder geval leuk uitzien. We zouden voor het idee zouden we nog wel een raampje of zo erin kunnen maken. Maar op, het een, of andere, op een, een of andere manier vind ik het er zo ook wel leuk uitzien. En voor de mensen die zich dus afvragen waar deze hele weg eigenlijk op slaat. Dit wordt dus eigenlijk ook gewoon een soort van bomenvarm. Waar wij allemaal bomen gaan plaatsen. Dat heb je namelijk wel vaker bij een bomenvarm. Dat er zeg maar bomen zijn. Oh, Jop, die denkt na. Nee, maar de bedoeling is dus eigenlijk dat we gewoon een bomenvarm krijgen. En wanneer we dat klaar hebben, kunnen we dus gaan beginnen met dat hele jungle dorp eigenlijk. Want dat heb ik namelijk. Dat leek me erg leuk om te gaan doen. Dus ik duik even lekker huis in. En ik ga heel even snel kijken of ik nog wat dingen in de kisten kan gaan dumpen. En bovenal heb ik dus heel even een shears nodig. Heb ik toevallig een shears die bijna kapot is? Ja, dat is deze. Ik weet niet hoe vaak ik nog mee kan hakken. Nog nul keer. Ja, daar heb ik niet heel erg veel aan. Dan kan ik beter even een nieuwe maken. Oh, ik heb zelfs nog iron bij me, joh. Uh, Oké, okay, dan is het fijn. Hoppakee. Dan plaats ik voor de zekerheid wel heel even het een en ander in de kist. Wat ik deze aflevering gegarandeerd niet nodig heb. Anders zit het namelijk alleen maar in mijn inventaris voor Jan met de korte achternaam. En daar heb ik persoonlijk niet zoveel trek aan. Dus ik gooi dat lekker hierin. En dan kijk ik heel even ondertussen of ik toevallig nog wat glowstone heb. Ik geloof dat het hier nog wel in zit. Ja, kijk. En ik heb aan één glowstone heb ik denk ik wel genoeg. En dan ga ik nu dus gewoon even het huisje afbouwen. En wanneer we daarmee klaar zijn, heb ik trouwens nog wat meer boonmiel. Ja, ik heb hier nog wel een beetje boonmiel. Ik neem voor de zekerheid nog even een halve stacks met bones mee. Want de bedoeling is namelijk wel dat we deze aflevering verder komen met bones. En dat soort dergelijke. Uh, voor de mensen die zich trouwens afvragen waarom er elke keer zombies voor mijn huis staan Dat heeft ermee te maken omdat ik namelijk een aantal villagers onder mijn vloer heb zitten En op een, een of andere manier voelen die zombies zich nogal aangetrokken naar mijn villagers toe Dus ik moet er wel voor zorgen dat ik daar een klein beetje rekening hou Voordat het zometeen een keer verkeerd gaat En voordat zometeen mijn zombies een keer of mijn villagers een keer worden omgetoverd tot zombie villagers Dat is namelijk niet de bedoeling Dus ik kijk heel even naar buiten Hier, kom binnen en neem een pijl in je gezicht Hoppakee Deze gaan namelijk echt super snel dood ik dacht ook dat hij nog steeds niet dood was, maar gelukkig is dat wel zo. Ik zou eigenlijk ook gewoon eens een keer een onderwaterkooi moeten maken met allemaal van die squats. Kun je squats trouwens breeden? Ik geloof het eigenlijk niet. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord, in ieder geval. Het lijkt me eigenlijk ook niet zo logisch. Want waarmee zou je ze nou weer moeten breeden dan? Ik heb. Ah, verdomme. Hier word ik dus echt scheid van. Kan ik niet hier gewoon een soort van schuttersplekje maken of zo? Eigenlijk moet ik gewoon eens een keer mijn hele eilandje gewoon een keer gaan. Indekken. Nou, indekken. Een soort van. Overstromen met glowstone en dergelijke. Dan heb ik namelijk nou, geen last van al die zombies, skeletons, creepers en spinnen die het elke keer leuk vinden om bij mijn huis Sint Maarten te gaan vieren. Ik heb geen zin in Sint Maarten. Fuck off met jullie snoep. Of eigenlijk moet ik snoep aan jullie geven. Maar dat maakt niet uit. Zo, we liggen lekker in ons bed. En we gaan even kijken of wij dan verder kunnen gaan met ons hele idee. Want ons hele idee heeft dus gewoon te maken met het hele bomenfarm gebeuren. En daarvoor heb ik dus even het een en ander nodig. Ook al ben ik wel achtergekomen dat het wat handiger is om gewoon. Ik kan ook gewoon eerst meerdere junglebomen op elkaar plaatsen. En dan heb ik gewoon echt zo enorm veel jungle hout. Dat is echt insane waarschijnlijk. Uh, Oké, okay, wat moet ik meenemen? Ik geloof dat ik jungle hout nodig heb. Hè? Ja, jungle hout. Oké, okay, is dat jungle hout daar? Ik geloof het eigenlijk wel. Maar ik weet het niet zeker. Ja, dat is jungle hout. Oké, okay, dan. Het enige wat we. Oké, die creep. Kan ik hem vanaf hier raken? Ik denk het wel, maar. Oké okay dan, een die zomaar voor je neus die is spant Check, oh kut, dat was niet de bedoeling Ik ga natuurlijk geen end pearls weggooien Die dingen die kosten namelijk heel erg veel tijd en moeite en dergelijke Want ik moet er namelijk elke keer weer voor naar die end En dan moet ik mijn looting sword weer meenemen Ik kan trouwens ook even wel wat leaves weghakken met mijn uh, looting axe Want op die manier krijg ik namelijk weer wat extra saplings erbij Maar bovenal heb ik natuurlijk ook voor de zekerheid Oh, ik had hier nog gewoon een hele series Wauw, dat is best wel uh, een beetje dom van me zo, nice. Nou, dit mag ook allemaal weg. Dus ik pak daarvoor even mijn efficiëntie 4 schep bij. Want dat ding werkt namelijk hartstikke goed. En dan pak ik even mijn Enderpearl erbij. Want ik ben namelijk een hele luie jongeman. En dan teleporteer ik mezelf mooi even daar naartoe. Zo, laat hier beneden weten in de comments hoe vaak jullie Enderpearls gebruiken. Main ik. Voor mij is het echt ongelooflijk hoe vaak ik die dingen wel niet gebruik. Nee, ik heb een leukere vraag. Laat hier beneden weten de reacties waarvoor jullie Enderpearls zouden gebruiken. Als jullie Enderpearls in het echte leven ter beschikking zouden hebben. Ik zou ze denk ik gebruiken om vanaf school weer thuis te komen en om vanaf mijn huis weer naar school toe te gaan. Dat maar super chill. Maar tegelijkertijd lijkt het me ook wel leuk om gewoon als je bijvoorbeeld beneden zit en je hebt geen zin om naar boven te lopen, dat je dan gewoon even een enterproject in je zak pakt en boom. zo naar boven gooit en dan hoef je de trap niet op te lopen. <laughs> ik denk echt dat de mensheid veel, mensheid veel luier zou worden dan ze zal zijn. Heb ik nou maar één jungle leaf gekregen? Hoe de fuck krijg ik het voor elkaar om één jungle leaf te krijgen? Fucking serious. Hoe de fuck krijg ik dat voor elkaar? Ik weet niet hoeveel er net wel niet op de grond lagen, maar. Oh, ze zijn letterlijk allemaal hierin geflikkerd. Oh, daar liggen ook nog wat saplings. Dat is ook heel fijn, want saplings heb ik namelijk ook heel erg hard nodig. Let's go. Zo, en klei. Kan ik iets met klei doen? Klei vind ik ook wel leuk. Misschien kan ik daar ook wat mee doen rondom het boomhut-idee. Ik weet het niet. Klei vind ik altijd wel tof daarvoor. Nou, we gaan in ieder geval eerst even hier naar binnen. We pakken even de leaves erbij. En dan maak ik even snel dit boomhuisje af. Zo, heb ik toevallig nog wat kisten bij me. Jup, die heb ik ook bij me. Oh. Ja, en hier moeten dus eigenlijk van die itemframes komen. En misschien is het leuk als ik dit even hier plaats, zo. Ja, yeah. is, is dat leuk? Of is het leuker als ik het op deze manier doe? Ik denk dat, dat, dat wat ik nu ga doen, dat dat er leuker uitziet. Ik zie trouwens daarentegen wel dat ik dat niet kan doen. Uh, want ik had eigenlijk hier nog even wat uh, Oh ja, zo ziet het er ook wel leuk uit Ik denk van als ik hier nou nog even wat van die uh, stone of van die oakwood slabs plaats Dan ziet het er net nog wat leuker uit Maar ik ben tevreden met mijn huis En nu gaan wij dus even kijken of we wat meer uh, ja, saplings kunnen krijgen En oh nee, weet je, weet je wat we doen? We gaan gewoon lekker beginnen met ons hele project Want dat is waarschijnlijk hetgeen wat jullie willen zien Dus na twee dagen gewoon lekker mee van start gaan Ik moet daarentegen nog wel heel even terug naar mijn huis Want ik moet namelijk heel even wat dirt gaan meenemen Want met dat dirt kan ik namelijk een soort van weggetje bouwen Dat is natuurlijk wel noodzakelijk uh, Dus wat ik ga doen is, ik ga heel even naar binnen in mijn hele mooie huis in mijn prachtig mooie blokkerige villa Dus let's go En wat ik dan doe is, dan pak ik heel even wat deurt En dan ga ik heel even kijken waar ik eigenlijk wil gaan beginnen Met dat hele idee van mij Um, hoeveel dirt heb ik ongeveer nodig? Ik denk dat ik in principe hier wel genoeg aan heb. Want het is namelijk de bedoeling dat we uiteindelijk de durf weer weghakken. We moeten er eigenlijk alleen kunnen komen met de boot. Dat is denk ik wel het leukste. Dat je er echt met de boot alleen maar kan komen. Dat het echt een beetje zo, zo afgelegen dorpje is, weet je wel. Zo afgelegen boomhut dorpje. Dat lijkt me wel het leukste eigenlijk. En dat is natuurlijk de bedoeling altijd een beetje op het water zweeft. Wat ik daartegen ook gewoon kan doen. Ik kan mezelf ook gewoon een paar keer gewoon naar voren gooien met een En dan gewoon kijken waar ik uitkom. Alleen ja, weet je wat het is? Ik ben nu een klein beetje aan het brainstormen eigenlijk. Want. Is het niet handig om een brug er naartoe te hebben? Ja, het is inderdaad wel handig om een brug er naartoe te hebben. Dus wat ik heel even doe, is ik gooi hier heel even wat spullen in die ik niet ga nodig hebben. En wat ik dan even doe, is dan pak ik mijn zwaarden wel even terug. Want die heb ik namelijk wel nodig. En dan denk ik dat wij de brug maar gewoon even gaan bouwen van Junglewood. Want daar hebben we namelijk het meest van. Ook al wil ik de boomhut zelf ook bouwen van Junglewood. Dus dan is het eigenlijk niet heel erg slim als ik al mijn junglehout alleen nog ga verspillen aan de brug. Maar dat maakt niet uit. We zien zelf wel hoe het gaat uitkomen. Ik uh, duik gewoon even mijn houtkist in en ik kijk gewoon even hoeveel hout ik heb. En dan kijk ik heel even waar ik het beste de brug mee van kan gaan bouwen. Want het is natuurlijk wel leuk dat je er op een hele moeilijke manier kan komen bij dat, bij dat afgelegen waterdorpje. Alleen, ik ken mezelf met plekken die ik moeilijk kan bereiken. 9 van de 10 keer kan ik er dan niet komen. Dan zitten we daar weer mee. Dus wat ik even doe, is ik doe het daarentegen wel gewoon stone slabs. Dat is namelijk het goedkoopst. Of van, um, sorry, van deze slabs. oké. Okay. Nou, hier komen we denk ik wel een heel eind mee, als ik eerlijk ben. Had ik maar de mod inventory tweaks. Dat is namelijk zo dat als je bijvoorbeeld twee stacks met slaps hebt. Eén stack heb je bijvoorbeeld linksboven in je inventaris. En eentje heb je in een slot die je zo kan pakken met een van je toetsen. Dan is dat zeg maar zo dat als degene die je kan pakken met je toetsen. Dat die, als die zeg maar op is, dan pak je automatisch weer degene die in de andere kant van je inventaris zit. Dat is echt super chill. Alleen dat zijn zeg maar weer mods. En dan moet je weer moeite doen om het in je Minecraft te krijgen. Wat ik in principe niet moeilijk vind. En wat ook niet heel erg erg is om daar wat tijd aan te besteden. Want ja, je hebt natuurlijk wel resultaat. Alleen weet je, ik zit nu al bijna vier. 400 afleveringen in dezelfde map zonder enige cheats en mods. En eigenlijk wil ik dat wel proberen erin te houden, to be honest. Um, Oké, okay, let's go. We gaan gewoon even een bruggetje maken. En waarschijnlijk is dat iets makkelijker gezegd dan gedaan. Maar we zullen het zien. We zullen het zien. Ik maak gewoon eerst even zo'n bruggetje. Oké, okay, misschien kan ik het beter gewoon eerst even zo doen. Dit doet mij echt enorm denken aan Skywars. Zo bouw ik namelijk ook altijd naar voren wanneer ik Skywars speel. Dat zijn best wel nostalgische dingen. Of ja, nos nostalgische dingen. Nee, het zijn geen nostalgische dingen. Het komt namelijk niet zozeer uit een van mijn vroegere levensjaren. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat doet mij er gelijk aan denken. Dat is een associatie die ik leg. Uh, ik denk dat we eigenlijk inderdaad het beste het wel op deze manier kunnen doen. Het ziet er misschien een klein beetje raar uit. En dit is altijd zo irritant hè, met het plaats van slaps. Dat je die dingen altijd fucking snel verkeerd plaatst. Nou, we moeten natuurlijk wel een, een brugje hebben naar het, het bomen dorpje toe. Want zitten we weer met het probleem dat we er bijna niet kunnen komen. Daar heb ik persoonlijk niet heel erg veel zin in. Heb jij nou nog een leuk idee voor dingen die jullie in mij nog willen zien doen in mijn Minecraft Survival Island serie? Laat het me dan hier vooral beneden even weten in de reacties. Uh, Ziet dit er een beetje logisch uit? Ja, het komt er bij in de buurt. Het komt er wel degelijk bij in de buurt. Zo. Oké, okay, in principe... Denk ik dat dit er wel goed uitziet? Voor de mensen die denken: waarom doe je het zo? Omdat ik het dan namelijk sneller, even snel, op deze manier kan gaan afmaken. Uh, wat heb ik nog meer nodig? Ik hak sowieso eerst even deze weg. En dan ga ik hier weer lekker verder. Ik moet heel even goed opletten. Want ik ken mezelf namelijk wanneer ik bepaalde patroontjes en dergelijke probeer te maken. Dat gaat niet altijd, altijd even goed. Um... Ja, dit, dit kan, geloof ik, wel gewoon, toch? Ja. Er zit zo nu al wel een foutje in, geloof ik. Ah, ik had het beter anders kunnen doen, denk ik me nu in één keer. Want ik ben namelijk heel erg slecht in dat soort. Ja, nou, heel erg slecht wat ook al weer mee. Kijk, het ziet gewoon weer goed nu. Uh, zo. Als ik het maar wel even een beetje op hetzelfde ritme blijf doen, dan, dan, dan lukt het wel. Dus dan heb je zo. Hop, 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 hop. Kijk, dit ziet er toch best goed uit. Ja, dit kan er wel mee door. Dan moeten we alleen even kijken waar we hem ongeveer willen hebben. Wat we ook kunnen doen, is dat we het dan gewoon zo doen: dat je alleen maar in de bomen kan komen met enderpearls. Dat we hier dan zeg maar een platformpje neerzetten met een large chest. Dat we daar allemaal enderpearls in gooien. En dat je dan in de vetter dorpje alles ziet. Dat kan ook. Maar ja, ik denk dat het in principe hier ook wel kan. Uh, ik moet alleen natuurlijk niet naar het vasteland toe gaan, want dat, dat verpest een beetje het afgelegen dorpje-idee, zeg maar. Het hoeft ook niet helemaal afgelegen te zijn, hoor. dat maakt in principe niet uit. Dat is ook wel handig als je er gewoon makkelijk kan komen. Want anders moet je namelijk elke aflevering heel erg veel moeite doen om weer verder te gaan met je bomen. Omdat dat je dan namelijk een halve aflevering bijvoorbeeld zou moeten reizen om er weer bij in de buurt te komen. En voor de mensen die nog steeds niet weten wat voor soort project ik momenteel bedoel. Is ik bedoel eigenlijk een soort van dorpje wat eigenlijk bestaat uit hele hoge junglebomen met allerlei huisjes erin. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn hele idee. Uh, ja, dit gaat toch best goed. Ik geloof. Oh kut, ik moet dat natuurlijk wel goed doen. Het is niet echt een brugbrug zeg maar. Nou ja, een brug is een brug voor mijn gevoel. Ik uh, vind het er in principe goed uitzien. Ik weet niet hoe ver we hem moeten bouwen. Maar in principe ben ik hier al wel tevreden mee. En dan zouden we hier nu iets van pilaren kunnen maken. Als we die nou hier neerzetten. Nee, dat kunnen we beter zo doen, denk ik. Of, of we maken hier gewoon een soort van platformpje. Want hij hoeft ook weer niet te ver. Uh... Even kijken, als we hier nou een soort van platformpje creëren. Zoiets ja. Even kijken. Kan hier nog wel een laagje vast? Ja, dat moet wel lukken. Dus bij deze. Dan hak ik dit even weg. En dan heb je, hier heb je een soort van platform. En als hier dan de junglebomen beginnen. Dat zou in principe wel van pas komen. Misschien is het daarentegen wel handig als we dan toch even wat ventjes neerzetten. Of iets dergelijks. Dat zou het wel net iets overzichtelijker maken. Nu komt jullie vraag natuurlijk van. Job, hoe ga je nou weer beginnen met het maken van dat dorpje? Nou, dat zal ik jullie even laten zien. Het is namelijk vrij simpel. De bedoeling is natuurlijk dat we er via deze kant op kunnen komen. Dus wat je dan hebt, is dus dan heb je eigenlijk. Oh, dat was niet de bedoeling. Dan heb je eigenlijk. Dat was ook niet de bedoeling. Kom op, Job. Pak even het goede. Ja, inderdaad. Dan heb je eigenlijk dit. Dan heb ik wel boomwiel bij me. Heb ik helemaal geen boomwiel bij me? Ik heb schijnbaar geen boomwiel bij me. Dat is geen probleem. Maar we hebben het in ieder geval geplaatst. Hoppakee. Ik heb zojuist mijn chesten weggegooid, of niet? Ja, dat heb ik gedaan. Nou, fuck die chesten. Ik heb ze toch niet meer nodig. En als ik ze wel nodig heb, dan, bouw, dan haal ik er wel weer nieuwe bij. Zoals jullie kunnen zien, het is niet heel erg ver verwijderd van mijn eilandje. Maar het zit er een beetje naast, zeg maar. En het is ook niet de bedoeling dat het, zeg maar, enorm ver verwijderd is. Want dan krijg je namelijk weer een beetje dat afgezonderde gevoel. Maar het moet natuurlijk ook weer niet te dichtbij zijn. Want dat is namelijk ook weer raar. Want dan krijg je namelijk, zeg maar, weer dat een heel eilandje gewoon een dorp is, een eilandje. Dus dan heeft het te veel functionaliteiten. En natuurlijk is het goed als, als, natuurlijk is het goed als iets meerdere functionaliteit heeft. Maar moet natuurlijk ook niet overdreven worden. Dus nu heb ik zeg maar gewoon het eilandje en het dorpje een beetje apart. Ook al bevindt het zich wel in dezelfde regio. Wat ik persoonlijk wel weer fijn vind. Anders heeft het namelijk een te grote afzondering zeg maar. Uh, dus vandaar. Maar in ieder geval als jullie meer video's en commentaries van mij willen. Kunnen jullie even de twee bovenste links in de beschrijving checken. Namelijk de link van mijn Pokémon kanaal waarop ik Pokémon pack openings doe. En uh, ja mijn tweede game kanaal waarop ik elke dag om half zeven een nieuwe game video upload. Dus dat wou ik jullie nog even vertellen. Zodat jullie dat weten. Uh, oh ja, ik had dat natuurlijk in de kist gedaan verder verderop. Ja, dat bedenk ik me nu in één keer. Ik had het natuurlijk... Weet je, ik ga gewoon alvast even iemand op de wall fame zetten. Nu we hier toch zijn, weet je. Zet ik alvast even iemand in de boeken fame. Zet ik alvast even iemand in de wall fame of op de wall fame. En dan kan ik daarna heel even het uh, laatste gedeelte gaan afmaken. En met dat laatste gedeelte afmaken kan ik hier... Nee, oh kut, ik heb eentje meer nodig. Dan bedoel ik eigenlijk gewoon die uh, boom even neerzetten. Of ja, neerzetten de saplings die staan er al. Maar ik moet alleen nog even ervoor zorgen dat die saplings lekker groeien. Uh, even kijken... Joze Bijlstra. Gefeliciteerd met jouw plekje. Op de Wall Fame. En dan gaan we natuurlijk ook nog even iemand in de Boek Fame zetten. Wat het hoort natuurlijk ook bij de dagelijkse Survival Island traditie. En voor de mensen die het niet weten: Survival Island verschijnt elke dag om half acht op mijn gameplan. Doe maar games, dan weten jullie dat ook gelijk. Uh, even kijken. Ryan. Uh, Ryan. Schrijf ik wat goed? Ik hoop het. Even kijken. Ryan. Vul. Veel... Ja, dit moet ik even rustig aanschrijven voordat ik foutjes ga maken. Ja, zo. Gefeliciteerd met jullie plekje. Oh, kut. Deed ik nou iets verkeerds juist? Ik geloof dat ik namelijk de W erbij zet. Inderdaad, dat was niet de bedoeling. Hopelijk zien jullie wel met jullie plekje op de wall of fame en in de boeken fame. Jullie maken natuurlijk de kijkje er nog niet in staan. Maken natuurlijk ook gewoon nog kans om erin te komen. Als dus jullie deze video namelijk even een blauw duimpje omhoog geven, ga ik namelijk wel de goede kant op. Uh, ik moet die kant op, toch? Ja, als jullie deze video namelijk even een blauw duimpje omhoog geven. En jullie hebben nog een leuk idee voor iets wat ik moet gaan doen. Of voor iets wat ik moet gaan bouwen. In mijn Night of Survivor Island serie kunnen jullie het hier beneden laten weten in de reactie met de achter hashtag objective. Dus dan weten jullie dat. Um, ja, oké. Okay. Nou, ik teleporteer mezelf heel even snel daar naartoe. Want ik ben namelijk wel van het teleporteren. Dat weten jullie waarschijnlijk wel. En dan open ik heel even deze kist voor de meal. Even kijken. Ja, nice. Oké, okay, let's go. Boom. Nice. De allereerste boom is er, guys. De allereerste boom van het dorpje die is er. En voor het idee is het misschien wel leuk als ik die ook gelijk weghaal. Dat het dan letterlijk op het water zweeft, zeg maar. Dat uh, is een beetje onrealistisch misschien, maar het is wel leuk. En dan moet ik even kijken hoe ik er het best op kan komen. Als ik nou heel even snel hier een workbench neerzet. En ik maak heel even snel wat van die stairs. Dan kun je er tenminste een beetje fatsoenlijk op komen. Even kijken. Nee, als je het nou wil kijken wat er het mooiste uitziet. Want daar ben ik namelijk altijd wel een beetje benieuwd naar. Hoppakee. We zouden het zo kunnen doen. Dat zou kunnen. Maar ga ik het doen. Zo. Zo. Ik vind het enigszins wel vet uitzien. Ook oh, het. En dan is het natuurlijk zo dat het eigenlijk de enige boom is die via deze brug bereikbaar is. En de andere bomen moet je bereiken via dit ding zelf. Dus de volgende aflevering gaan we beginnen met het allereerste boomhuthuisje. Heb jij een leuk idee voor wat voor soort huisje dat moet worden? Laat het hier beneden weten in de reacties. Het kan een library worden. Want een dorpje dat bevat namelijk natuurlijk een slager, een groenteboer en al dat soort dergelijke. Laat jullie mening hier beneden weten in de reacties over wat jullie willen dat ik er ga bouwen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie morgen om half acht. graag weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island. Hier op mijn game Gamen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laat mensen